Ik ben Marcia, een van de locatiecoördinatoren voor de opvang van Oekraïners in de gemeente Lochem. We staan nu bij Hotel de Scheperskamp en dit is een van de opvanglocaties voor Oekraïners. De meeste mensen komen vooral uit het zuiden en het oosten. Dus de bekende steden van zoals Sumy-regio, Odessa, maar ook wel uit Kiev en andere delen van Oekraïne. De eerste vluchtelingen hebben we opgevangen op 24 maart en daarna zijn er steeds meer bijgekomen. En hun eerste behoefte is eigenlijk rust en duidelijkheid van hoe lang kan ik hier blijven, wat kunnen we hier doen. En daarna gaan ze al snel kijken naar wat is een dagelijkse gang van zaken, kunnen we scholing krijgen, kunnen we werk krijgen. We proberen zoveel mogelijk in het Engels, maar niet iedereen spreekt Engels, dus dat is best een uitdaging. Wat we dan vaak gebruiken is een vertaalapp. Maar er zijn ook mensen die wel Engels spreken en die helpen elkaar ook. Die tolken voor elkaar. En wat ook heel mooi is, we hebben hier een aantal, Engelse leraressen. Die verzorgen ook daadwerkelijk Engelse taallessen voor hun medebewoners. Dus het gaat steeds makkelijker. De mensen zoeken elkaar ook op. Mensen hier in het hotel hebben heel veel steun aan elkaar. Mensen op Europarks beginnen elkaar ook steeds meer te vinden. En ze helpen elkaar ook heel erg. Ze zijn heel erg behulpzaam in het rijden, als iemand een auto heeft en iemand anders niet. Of in het tolken voor elkaar. Dus ze zoeken elkaar inderdaad heel erg op. Contact met de buurt is heel goed. De gemeente Lochem, alle mensen die hier wonen, zijn heel erg welwillend en behulpzaam. En als wij hulp kunnen krijgen, dan vragen wij aan mensen om contact op te nemen met Stichting Welzijn Lochem. Ook wel Lochem Doet, de website, om aan te geven of ze willen helpen met de diensten of willen helpen met goederen. En SWL die zorgt ervoor dat dat gestroomlijnd raakt, zodat we ook de dingen krijgen die op dit moment nodig zijn. Zo zijn we op dit moment bijvoorbeeld nog op zoek naar fietstassen en sneakers en kinderzitjes. We hebben al heel veel fietsen gekregen. Het wordt heel gretig gebruik van gemaakt. Dat zijn de zaken die zij oppakken. En er worden ook heel veel activiteiten georganiseerd. We hebben hier bijvoorbeeld ook een winkeltje met eerste behoeften voor mensen die dat nu nog even niet kunnen betalen. En dat wordt ook door vrijwilligers gerund. Dus daar zijn we heel blij mee.